Uit Korea ook Sung-Yeol Jaegal, de nummer 19 in het klassement na 2 afstanden. Hij is dus voor dat klassement niet echt meer van belang. Maar de rit op zich is wel interessant, want zijn tegenstander is een man die misschien nog 1 keer kan proberen om wat aan zijn 4e plaats in het klassement te doen. Dan Jansen, de Amerikaan, voormalig wereldkampioen op de sprint van 2 jaar geleden. Met een achterstand op Bakhvalov van 3/10 van een seconde. Maar Bakhvalov heeft een buitengewoon goede 500 meter neergezet. En Jansen zal er moeite mee hebben om dat te evenaren. De laatste kans in feite voor Dan Jansen. Hier mag hij niet falen. Gisteren was hij 6e op de 500 meter en 4e op de 1000. En hier opent hij, ja, in 9,99. Dat is heel mooi van Dan Jansen. Mooi in de slipstream van de Koreaan mee. En dan duikt hij daar zometeen die laatste binnenbocht in. Schiet meteen onder de Koreaanse tegenstander door. En nu op de been blijven, Dan. Ja, komt redelijk uit die bocht, een beetje ruim, maar toch goed in balans. Op weg naar de finishlijn. En de tijd van Dan Jansen is een goeie. 38,15. Tammy Evinati de tijd van Bakhvalov. En handhaaft ook hij zich redelijk in de top van het klassement. 39,19 inmiddels voor Jaegal.